passie van mij om die Dakar Rally te rijden. Dat is een passie van mij om die Dakar te winnen. Dat is gewoon een soort verslaving. Het voelt als iets wat ik nog niet af heb gemaakt. Ik ben een perfectionist die de lat voor zichzelf erg hoog legt, maar ook voor mensen om me heen. Voor mijn crew, voor mijn materiaal, voor mijn gezin, mijn onderneming. En die combinatie maakt mij gewoon heel sterk. Nadeel van het perfectionisme is dat ik niet accepteer dat dingen niet gaan zoals ik ze van tevoren heb gepland. Ik denk wel dat van tegenslagen je daar veel van leert. Dat gebeurde al op het moment toen op jonge leeftijd mijn broer overleed. Hij is verdronken tijdens een boottocht in Nederland. Waarin we bijna met het hele gezin aanwezig waren. En ja, dat is een behoorlijke impact. Als kleine jongen zie je dat je vader er alles aan doet om het maximale uit de onderneming te halen. Dat is een stukje natuurlijke eigenschap die je denk ik van jongs af aan gezien hebt en meegekregen hebt. En dat uit zich in de dingen die ik doe. Maximale inzet voor alles wat ik aanpak. Goed, mijn vader die heeft voor gekozen om te roeren aan mij over te geven. En ik kwam als 18-jarig jongen in de onderneming. En ja, dat was altijd ja, dat was een onderneming van zijn vader. Dat is wel heel makkelijk op die manier. En dat was eigenlijk voor mij al een van de beweegredenen om zelf iets te gaan presteren. Om zelf iets te bewijzen. Het bewijzen dat ik ook meer kon dan alleen maar een zoon van zijn. Hello and welcome to Peru, ladies and gentlemen, for the start of the toughest race on the planet. 5,000 kilometers of competitive racing with the best off-road drivers and riders around. This is Dakar 2019. De magie van Dakar is het overleven samen met je navigator. Als hij zegt van hier kunnen we vol, dan is het vol. En als hij zegt van ja, over 500 meter komt er een blinde top aan, kun je vol overheen. Ja, dan moet ik daarop vertrouwen. De Dakar Rally is lang, is lastig, is zwaar, is intens. Je gaat heel diep. Je gaat echt heel diep. De klappen die zo'n auto krijgt, de klappen die je zelf lichamelijk krijgt in zo'n auto. En ja, dat is zo intensief. Na 5-6 uur per dag ben je gewoon helemaal op. In dag 3 is onze draagarm gescheurd en afgebroken doordat hij waarschijnlijk een steen heeft geraakt. Ja, en helaas aan het einde van de Dakar bleek dat de giftbeker nog niet leeg was en wij wat meer pech hadden en de aandrijflijn vastsloeg 2 dagen voor de finish. Ja, momentum dat je uit die auto stapt en letterlijk en figuurlijk de deur achter je dichtgooit, dan gaat er alles door je heen. Dan gaat er een woede door je heen, dan gaat er een emotie door je heen. Het had zo niet mogen zijn. Dit jaar was niet mijn Dakar-jaar. Dus nu 2020.